Ik denk dus dat wij het vergeleken met bijvoorbeeld andere Noordzeelanden, wij absoluut niet de minste zijn. Laat ik het voorzichtig uitdrukken. Absoluut niet de minste zijn. Maar op het moment dat je de cijfers gaat geven en zegt van het gaat allemaal hartstikke goed hier, dan is dat ook een aanleiding voor heel veel mensen om achterover te gaan zitten. Dus complacency te tonen. En dat is dan juist het laatste wat we moeten hebben. Wij moeten het idee hebben dat het nog steeds beter kan. En dat we dan met z'n allen, industrie en overheid, elke dag voor moeten knokken. Naar aanleiding van de ramp met Piper Alpha is de wetgeving in Nederland, waar in de landen rondom de Noordzee, drastisch aangepakt. En is veranderd van een gedetailleerd voorschrijvende wetgeving in een doelstellende regelgeving. En daar zijn we allemaal nog steeds blij om. Ook nadat het gebeuren in Amerika heeft plaatsgevonden, vinden we nog steeds dat het doelstellende toch beter is dan het gedetailleerd voorschrijvende, wat ze vast hebben gehouden in Amerika. Dus in Amerika hebben ze dat gedetailleerd voorschrijvende. En er wordt zelfs nog meer gedetailleerd naar aanleiding van deze ramp. Het allerbelangrijkste daarbij is dat de verantwoordelijkheid voor dit soort dingen bij de ondernemingen legt. En de ondernemingen moeten dus ook hun verantwoordelijkheid zelf waarmaken. En dat kunnen ze dus door ons te vertellen hoe zij de dingen veilig, schoon en gezond willen aanpakken. En niet dat wij moeten in onze regelgeving moeten zeggen, je moet het zus en zo doen. Dus als ze dat zelf bedacht hebben, dan is er een grote kans dat ze zich daaraan houden dan als de overheid gedetailleerde regelgeving de dingen voorschrijft. Het is dus een hele positieve zaak. En zeker als ze dat dus gezamenlijk doen. Wat ze dus nu net gedaan hebben naar aanleiding van onze verzoeken die wij gedaan hebben toen bepaalde rapporten uit Amerika uitkwamen. Die verzoeken die zijn goed opgepakt en daar zijn goede procedures uitgekomen. En ik denk van betere kwaliteit is dat de overheid dat had kunnen doen door middel van gedetailleerde regelgeving.